Zullen we dat vragen? Hoe vindt u het hier? Ja, ik vind het wel gezellig, maar we hebben zo lang moeten wachten op het eten. En we hadden niet veel gegeten, dus we hadden echt honger. Heeft je bord al leeg? Couscous. Ik vind het initiatief heel erg leuk. Ja. Want je moet meer mensen naar het museum krijgen, toch? Ja, vroeger ging ik altijd met kinderen. Maar ja, die zijn ook groot. Die willen niet meer mee, hè? Ja, ik ben blij. I like to see you. It's all that I'm asking. Ik vind hier een modendring. Dan moeten ze meer doen voor de mensen. En ik hoop dat het ook eens uitkomt. Of dat allemaal goed gaat. Want in deze tijden is het niet zo leuk. We denken aan iedereen. We denken om de medemens. En we denken aan lekker eten. Wat we nog allemaal hebben. We hebben vanavond de slotavond van ons stadsdeelproject. En in dat stadsdeelproject hebben we gedurende 4 jaar hebben we alle stadsdelen in Den Haag. En dat zijn er 8. Die hebben wij geadopteerd. Gedurende een half jaar. Dus elk half jaar konden inwoners van de stadsdeel gratis naar het gemeentemuseum. Dat konden ze per bus doen, dat konden ze lopend doen, ze konden altijd naar binnen. En wij boden zo'n programma aan. Met lezingen, met rondleidingen, met wat te drinken, af en toe wat te eten. Nou, dat hebben we nu 4 jaar gedaan. Er zijn 70.000 mensen uit Den Haag die dit museum bezocht hebben in die tussentijd. Er zijn 30 touringcarbussen uit de hele stad hier naartoe gekomen. Afgeladen vol met mensen die het museum weer een keer wilden zien. Wij hopen natuurlijk dat ze allemaal weer een keer terugkomen. Dat ze in ieder geval een leuke avond hebben. En wij gaan dit project de komende jaren gewoon voortzetten. Dus ook in de toekomst zullen wij stadsdelen blijven uitnodigen om het museum te bezoeken. En zullen we hun een ongelooflijk leuk programma bieden. We hebben dit gedaan omdat het gemeentemuseum heeft een hele mooie collectie. En die is te zien in Moskou, die is te zien in New York, die is te zien in Londen. Zeg maar, all over the world gaan onze schilderijen op reis. Maar het blijven schilderijen die behoren bij deze stad. Dus voor ons is het belangrijk om aan de stad te kunnen laten zien wat voor prachtige kunst hier is. Dat is 1 uitgangspunt. Een 2e uitgangspunt is wij als gemeentemuseum moeten ook altijd weten dat Den Haag onze thuisbasis is. Dus wij moeten hier een warm nest hebben, we moeten een warm gevoel hebben met de bevolking en omgekeerd de bevolking moet een warm gevoel met ons hebben. Wij zijn van de Springbok, dat is de openbare basisschool Den Haag. En die hebben LKP-lessen ingevoerd in het kader van het leerkrachtenprofiel. Bij Welzijnscentrum Barrio. En de kinderen van de Springbok hebben een fantastisch mooi kunstwerk gemaakt. Het initiatief kwam van Reester Wesley. Hij geeft ook lessen in de LKP kunstlessen. Misschien kun je er iets over vertellen? Ja, en we hebben samen met de kinderen een grote Delsblauw tegentableau gemaakt. Ieder een eigen kunstwerkje wat samen een groot tableau vormt. En dat wordt vanavond onthuld. Door het museum en daarmee te laten kennismaken. Dus echt heel goed initiatief. En ik hoop dat we dit soort acties nog heel veel gaan zien door de hele stad heen. Ja, ik vind het wel mooi. Ik stond toch even te bedenken wat het precies inhield, al die schaduwfiguren. Ja, het doet een beetje mysterieus aan, maar ja, ik vind het wel wat, hè. Mooie kleurencombinatie. Veel enthousiaste reacties gehad van de mensen. We zijn door het hele museum verspreid en ze lopen rond op alle tentoonstellingen die we hier hebben. Het is een hele leuke sfeer vanavond. Wij komen voor Dansbouw. Ja. We hebben het Dansbouw gezien. Ja. Vond dit mooi? Prima. Ja, perfect. Ja, wat ja. Heel mooi. Mooie schilderijen. Mooie rare dingen. Hele rare voorwerpen. Ja, maar dat is wel leuk. Nou, goedenavond allemaal, alle Scheveningers. Wat geweldig de opkomst van meer dan 2.500 man hier bij het gemeentemuseum. En met alle vrijwilligers van Rest van Harte hebben we voor bijna 3.000 man gekookt. En het is een groot succes. Leuk, mooie buurt Scheveningen. Dank jullie wel voor deze
Nou, welkom, hè, zijn we bij jullie. Dank jullie wel. Wij zijn hier met vijf bussen, 250 mensen, vanuit het vadercentrum. En uitstekend. Mensen vooral die weinig contact met het museum hebben. Ja, het is prachtig. Recht voor u. Deze? Ja. Bus 12.